Dit is een helikopter. Ja, hij is er en hij gaat landen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Mijn naam is Joost. En ik ben Martijn. Ja, en deze week hebben we weer natuurlijk een nieuwe gierige truc voor jullie in petto. En deze keer proberen we gratis naar een festival te gaan, maar niet op zomaar manier. Nee, we proberen het gratis met een helikopter te doen. Ja, want deze festival heet Flying Dutch. Het is op 3 locaties. En die helikopter die brengt eigenlijk de hele dag al die artiesten van plek naar plek naar plek. Dus wij dachten, als wij ons nou gewoon voordoen als een van die DJ's, dan kunnen wij misschien een gratis helikopterritje meepakken. En wij gaan ons voorproberen te doen als Chris Cross. En die zien er... zo uit. Nee. Oh shit, dat was Frans Bauer en zijn homies. Zo zien ze eruit. Ja. Niels onze manager, want Niels kan die dag niet mee. Die kan alleen in de ochtend helpen. Dus hij gaat ons soort van proberen naar binnen te loodsen. Voordat we dat gaan doen, willen we nog even iets weggeven. Want we hebben natuurlijk weer een verrassing voor jullie. En die is echt super vet dit keer weer. Namelijk, wij mogen 4x2 kaarten weggeven voor het Gorillaz concert in Keulen. Inderdaad, in Duitsland. Mede mogelijk gemaakt door Team Mobile. En dan ga je samen met ons. En wij regelen de taxis. Dus laat even weten in de comments of je mee wilt. Ja, en dan kun jij met je beste vriend of vriendin met ons naar de Gorillaz. Van keihardpartyen. Oké, maar voordat wij daar gaan partyen, gaan we eerst even keihardpartyen als DJ-team op het Flying Dutch Festival. Ja. Oké, ik heb dus een nummertje gevonden van iemand van Flying Dutch. Die ga ik nu bellen. En ik ga me voordoen als Ilko van Koten. Dat is de grote baas van en Spinning Records en Music All-Star Management. Goeiedag, u spreekt met Ilko van Music All-Star Management. Ik weet niet precies of ik jou nou via de mail heb gesproken. Maar anyway, er is wat verwarring ontstaan onder mijn personeel. Omtrent de vertrektijden van de helikopter. En dan gaat het in dit geval even om Chris Cross. Het is nu aan mij de taak om zoveel mogelijk op Sander te lijken van Chris Cross. En die is meestal in het zwart gekleed. Dus dit gaat niet helemaal werken. Dus ik heb dit outfitje gekozen. Oké, dat is dan rood. Dat klopt. Dat is een t-shirt. Maar ik heb wel een zwarte broek en zwarte schoentjes. Nou, ik ga dus verkleed als Jordi. Jordi is die jongen met de hele lange blonde haar. Hij draagt eigenlijk heel veel zwart. Dus ik heb gewoon een leren jasje zwart. Een zwarte trui, zwarte broek. En hij draagt vaak witte schoenen. Dus dat is wat ik aan ga doen. In mijn schema stond 12 uur. Klopt dat nou nog steeds? Om 2 uur. Oké. Oh, dan is het goed dat ik toch even bel. En omdat zijn haar iets langer is dan is van mij, heb ik een leuk truikje. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Oude kerk aan Amsterdam, zeg je. Ik heb de jongens zelf gesproken en die zouden misschien wat eerder willen vertrekken. Is dat de mogelijkheid? Ik heb alleen één probleem. Want Sander heeft een goede bos haar. En dat heb ik niet. Dus we doen gewoon de pet op. Die houden we gewoon lekker op. Er zijn 's ochtends en de helikopters voor relatie... voor relaties en sponsoren. Dat is vanaf 10:45. ING helikopter. Heeft u dan een contactpersoon voor mij van ING? En hij heeft heel veel tatoeages. Dus, en dat heb ik ook niet. Dus daarvoor doe ik een paar plakplaatjes op mijn arm. En dan hopen dat dat lukt. Ik heb gewoon ongeveer alle informatie van deze chick gekregen. En ik denk dat we Flying Dutch even moeten laten voor wat het is. En dat we moeten inzetten op die ING-helikopter. Want Flying Dutch weet iedereen wie Chris Cross is. En bij ING waarschijnlijk niet. Moeten ze gewoon zaterdag overvallen met het feit... yo, ik heb Flying Dutch gesproken, blablabla. Ze moeten nu weg. We moeten gewoon ons geld daarop inzetten. Ik ben even de tatoeage aan het erop zetten. Hoe zie je onze kans, Niels? 30%. We missen natuurlijk wel het derde lid. Dus Yuki. Ja, Yuki gaat met de trein. Ja, daar aan de overkant is de Tribe Company. Daar is het. Oké. Dit is het. Ja. Hier zo. Oké. Ik vind dat wij hem hier mogen parkeren. Ja, toch? Je hebt echt de koptelefoon van je computer weggenomen. Ja. Waarschijnlijk moet de helikopter nog landen. Weet je zeker dat het een goede plek zijn? Weet ik niet. Hoe kunnen we checken of dit een goede plek is? Want het ziet er ook niet echt uit alsof hier een heli gaat landen. Zij de Tribe Company. Ze heeft het exacte adres precies gegeven. Dit is het! Dit is een helikopter. Ja, hij is er en hij gaat landen. Echt? Ik heb nog een probleem. Het regent en mijn plakplaatjes laten los. Ja, dit is wel echt een probleem, ja.
Ja. Hey, maar moet ik op afstand filmen of moet ik gewoon gelijk meelopen? Ik zeg op afstand filmen. En dan bel je mij dat ik kom ofzo. Hey, Sander. Ja, dat ben je. Ja, ik wilde je net bellen. De hele staat klaar en dan moet ik nu weg. Dus, yes. Maar bent u zo van de Flying Dutch? Wat zeg je? Bent u van de Flying Dutch? Ja, Flying Dutch. Ja. Oké. Okay. Is dat goed? Ja, dat is helemaal top. Zullen we dan naar binnen? Want, ja, ja. We moeten zo dan toch? Wij beginnen, wij openen hier. Ja, jullie zijn normaal met z'n drieën toch? Ja, ja. Is er op de auto. Die kwam hier van Amsterdam, die kwam vanuit Den Haag. Zijn vriendin woont daar dus. Oké, maar zien we zo. Wel alle tickets om binnen te komen? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Hij belt dus direct. Hij is ook met onze manager mee namelijk. Dus, dat zit goed. Ja, graag gedaan. Ja, hey, bedankt. Hoi. Waar zijn jullie opgestapt? Amsterdam. Amsterdam. En waar was de pick up point? Ja, bij Arena daar in de buurt. Oh, oké. Okay. Oh, lekker makkelijk. En daar ben ik misschien heel dom en heel naïef. Ja. Wie zijn jullie? Chris Cross. Ik dacht dat op ons lijstje andere mensen konden die zouden komen. Dus dat, andere mensen? Ja, dat komt wel goed. Okay. Ik ben niet. Ik zag namen staan en die gingen niet meteen bij mij de bel rinkelen. Maar jij begon over DJ Boot. Ik dacht, hé. Ja. Prima. Kunnen wij hier door voorbij nog? Ja. 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 Zien jullie nu naartoe? Achter die hoofdstage. Maar het komt toch goed. Moet hij ons wel los van gaan rukken, hè? Want ja, dat is niet. Weer, we moeten er weg. Het is een beetje lastig aangezien het dicht is. Wij zijn de enige die ervan valt. Wie zei dat, Sergio? Ja, nee, maar ik... Oh, nee, helemaal niet. Open helemaal niet. Open helemaal niet. We zijn op 10 tot 4. Wow. 10 tot 4. Wow. Wie zei dan dat we openen? Wie zei ik. Dat? Ja, omdat wij zo vroeg zijn, ik moet toch een strak verhaal hebben? Ja, als je toch pak je niet eens op de lijn of dat gebeurt. Je staat op de lijn. Ja, maar niet dat we openen. Van de Mongolen. Je loopt hier echt voor schut. Ja, hou je op. Nee. Klaar ermee. Kun je in je tas? Ja, hoor. Nou, niet meer te herkennen, toch? Maar hoe sick, we zijn hier met een helikopter aangekomen, we hebben backstage pasjes. We kunnen hier nu gewoon lekker gaan drinken, eten en chillen. Alleen moet Joost niet opvallen, want als ze ons zien en Chris Cross komt aan, dan zijn we redelijk fucked. Ja, en jou, laten wij gewoon even lekker een biertje doen. Ja, wij gaan lekker bier drinken. En dan zien we de kijker volgende week alweer. Ja, dus volgende week zijn we gewoon terug met een nieuwe aflevering. Later!